Wow, jongens. Dit had ik echt niet verwacht. Die lok die komt gewoon die heuvel niet op. Yes, 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 yes. Welkom bij een gloednieuwe aflevering van Train Simulator 2016. Mijn naam is Victor. En vandaag gaan we rijden met deze prachtige trein. U heeft vanwege een defect aan de locomotief de kijkhoef ruim een uur vertraging. Na diverse telefoontjes heeft de afdeling planning een lok van Crossrail in gebruikleen te weten te krijgen. De lange stop komt te vervallen zodat u weer op tijd bent. De containertankwagens voor Hoijer in Antwerpen zijn inmiddels afgekoppeld en zal om 21:09 worden opgepikt in Essen. Worden gebracht. Let op, uw vertrektijd is 17 uur. Bel om 16:58. Post met de taptoets voor de toestemming zijn 242. Dient u ook met de tap te bevestigen. Roest rijden te Berg op Zoom. Rustig rijden zal het wel zijn te Berg op Zoom. En Kruiningen-Ierseke. Oké, nou, we gaan wel eens even kijken. Vandaag gaan we dus rijden met deze Crossrail train. Er was een scenario van op de fictieve lijn, maar ja, ik vond hem persoonlijk een beetje ja, ik weet niet. Ik rijd niet zo heel graag op Fictiva. Dus we gaan hem zo houden. Hoppakee. En dan gaan wij de richtingsschakelaar naar voren. Deze zo. En dat is een aparte rem, deze trein. En ik heb vandaag ook speciaal voor deze aflevering een wat nieuwsfeitjes meegenomen, zeg maar, over deze trein. Dus dat is misschien juist ook wel leuk om dat juist nu te gaan behandelen, zeg maar. Dus ja, ik zit even mijn geluid een beetje te checken. Zo, en nu is die goed. Dus dat is misschien wel leuk. Even kijken. Wij zetten de richting. Ga ik nou dus naar voren. De rem wil ik er helemaal van af hebben. Die is eraf. We mogen er nog niet door. Om 58. Dat geeft ons mooi de gelegenheid. En ik wil trouwens vandaag ook nog de comments behandelen. We gaan naar het Sloegebied vandaag rijden. Het scenario is gemaakt door de one and only Edwin Aartsen. En ik zei, ja, ik wil nog een keer met die trein graag rijden. Maar ik weet niet, maar die trein die ik nu heb, die vind ik niet zo... Maar dat scenario met op de fictieve lijn... Ik vind Fictiva soms een beetje... ik weet niet. Nou, het is leuk gemaakt, maar ik ben er geen fan van, zeg maar. Dan weten jullie dat ook weer en daar ben ik gewoon eerlijk over. Even kijken. Nou, ik zet de remmer toch nog even op. Want ik zie dat hij al langzaam begint te rijden. En dat moeten we natuurlijk niet hebben. Even kijken. Zo. En ik ga wel deze rit een aantal keren het sein skippen. Want ik denk anders dat het niet goed gaat komen. En Edwin Aartsen heeft er ook nog een leuk verhaaltje bij. Want Edwin die heeft altijd heel veel van treinen. Even kijken. Ik ga eens even kijken. Hij heeft mij op Skype gestuurd. Oké, ja. Ik ga het zo meteen wel behandelen als wij eenmaal aan het rijden zijn. Op 58 dan mogen wij toestemming vragen. Dus misschien geluk hebben. Ah, kijk. Dat hebben we nu al. Dan kunnen wij nu al gaan beginnen. Remmen eraf. En dan gaan wij beginnen. Zo. Lange trein best wel vandaag. En dan gaan wij mee naar het Sloegebied. En dit is wel echt een typische trein. Daar moet je niet hard voor gaan rijden. Ja, hij kan vast wel hard. Maar ik denk dat hij er meer voor is bedoeld om zware dingen mee te sjorren. Ik vind het wel heel raar dat we nu een soort wheelslip hebben. Maar ik denk dat het zo meteen wel weer goed komt. We zometeen 100% gas geven natuurlijk. Dan gaan we gewoon een flink vaartje naar Vlissingen. Zoals je misschien gezien hebt, weer een lange Train Simulator aflevering. Ik denk, ik wil ze ietsjes langer hebben de komende tijd, of de afgelopen tijd. Het is zomer, je hebt waarschijnlijk vakantie. En dan is het toch lekker als je wat meer Train Simulator voer hebt, om maar even zo te zeggen. Nou, ik snap niet waarom wij zo'n lange wheelslip hebben. Dus, ik ga in ieder geval even naar buiten kijken. Een lange trein vandaag. Proeft. Zo. Ja, dat is best wel hinderlijk, want deze trein heeft niet een ATB volgens mij aan boord. Ja, er werkt wel iets op de U-toets, maar ik denk niet dat dat hier echt op deze lijn gaat werken. Wat het is, geen idee, maar oké. Zo, dan snap ik niet dat we nou niet in één keer hier naar links gaan. We hebben een denied sign.
Volgens mij moet alles gewoon meezitten, denk ik hoor, jongens. Ik zit even te kijken. Want wat hebben wij nou allemaal voor ons zitten voor treinen waar wij rekening mee moeten houden? Volgens mij is het wel een simpel scenariootje op zich. Oh ja, hier helemaal pas, joh. Dat helpt ons echt al in, hoor. Zo. En is dit nou dat rode sein? Is hier nou een rood sein zo meteen? Ik heb wel iets wat denied. Maar ik weet niet... Ik heb toch nog eventjes het gas een beetje terug. Als we nou moeten remmen, dan kunnen we dat in ieder geval nog doen. Even kijken. Oh, nee. Kijk, dat dacht ik al. We mogen er gewoon door natuurlijk. Dan gaan we lekker gas geven. Ik denk dat het meer zo meteen is als de trein, zeg maar, voorbij Berg op Zoom is. Die voor ons zit, dan hebben wij geen last meer van... Van dat sein, want dan kan hij echt lekker door gaan blazen. En ik denk dat wij hem niet gaan inhalen. Dus ja, ik denk dat die zit wel ruim voor ons. Dus wij gaan lekker gas geven. En mocht iemand weten hoe dit beveiligingssysteem in deze trein heet, laat het even wie weten onder in de comments. Ik ben heel erg benieuwd. Het is misschien wel leuk om even te weten wat feitjes. Edwin Aartje die stuurt namelijk als volgt. Het scenario is als volgt. Je rijdt de zondagse Nostra-trein. Nou, het is zondag van Bad Bentum naar Sloe. Via Kijkhoek. Kijfhoek. Vindt een lokwissel plaats vanwege een defect aan je E189. Je krijgt de Crossrail Lok te bruikleen. Met een vertraging kom je in Roosendaal aan. Waar de lange stop is gekomen te vervallen. En je weer volgens dienstregeling op de tijd... Op tijd uit Roosendaal kunt vertrekken en afhaken van de tankcontainers van Hoijer in Antwerpen. Hier begint je scenario. Oké. De Nostra-trein rijdt 3 keer per week en wordt een cab-train van Sloe naar Bad Bentheim gebracht. En vertrekt rond 20:56 uit Sloe. Op maandag rijdt de trein via Roosendaal, 's-Hertogenbosch, Arnhem, Deventer, Goederen en Almelo. En op woensdag en vrijdag... Rijdt de trein via Roosendaal, Tilburg, Utrecht, Amersfoort naar Bad Bentheim. Alle treinen komen dan zo rond 3 of half 4 s'nachts in de nacht daar aan. De Nostra-trein pikt in Roosendaal de Hoijer tankcontainerwagens op die vanuit Antwerpen naar Roosendaal zijn gebracht. Oké, nou leuk verhaaltje, Edwin. En vanuit Bad Bentheim klinkt een beetje Duits op zich. En dan komen we hier een trein tegen. Even kijken, vanuit Bad Bentheim rijdt de Nostra-trein op dinsdag, donderdag en zondag op dinsdagavond donderdag vertrekt de trein rond 22:26. Het komt rond 3:38 middernacht op Sloe aan en rijdt via Deventer, Goede, Arnhem, Hertogenbosch en Roosendaal. En dan op donderdag vertrekt de trein ook om 22:26, maar rijdt via Amersfoort, Diemen Zuid, Rotterdam, Roosendaal en komt om 4:10 op het Sloegebied aan. Oké, nou leuke verhaal op zich. En ik vind het alleen een beetje apart dat we hier maar 80 mogen. Het lijkt mij gewoon een lang recht stuk hier, hoor. Dus dat we gewoon ook door kunnen knallen. Even kijken hoor. In de meeste gevallen rijdt de captain die trein met een E189 lok. De schuifwandwagens zijn afkomstig uit Onsabuk. En wordt bij Verbrugge Scaldia geladen met cellulose. Geen idee wat het is. De gele en rode containers vanuit de Duitse vervoerder Nosta komen van en gaan naar Dresden. Vandaag gaan de containers over de weg naar de papierfabriek in Weissenborn. Verbrugge Scaldia terminals belaten de trein op maandag, woensdag en vrijdag overdag. DB Schenken, DB Cargo verzorgen plaatsen en uithalen van de trein. En brengt de trein naar het emplacement waar de Nosta-trein wordt samengesteld. Nou, dat is een heel prachtig verhaal, moet ik zeggen. En leuk dat je dan dat we daar dan ook weer eens wat meer informatie over krijgen, zeg maar. Ik vind dat echt super tof, jongens. En vooral deze zondag. Dit is namelijk echt gewoon een scenario gebaseerd wat nu jij kijkt. Rond 4, 5 uur waarschijnlijk. Echt plaats zal vinden. En dat vind ik echt wel een like waard. Ik moet zeggen, jongens. De vorige keer had Edwin ook wel een gaaf scenario gemaakt met de DDR en MDDM. Maar dit is zeker ook een like waard, jongens. Dus... duimpje omhoog en dan weet Edwin ook weer dat hij zo door moet gaan. Die natuurlijk altijd onze scenario's bouwt. En nou we het toch over
zelfgemaakte scenario's hebben. Dat is wel een leuk dingetje. Want ik heb namelijk nog steeds een algemeen dagblad sprinter scenario liggen. En ik ga even heel snel saven, want anders zie ik het als we meteen alweer helemaal misgaan. Ik heb namelijk nog een algemeen dagblad sprinter scenario liggen. Een hele korte keer. Die kunnen we misschien donderdag al eens doen. Dat is wel leuk. Want ja, de vorige keer waren de welbehaalde likes zeker op de Benelux trein zeker behaald. Dus ja, dat kunnen we dan, dat gaan we dan eens doen. Hij is inmiddels echt ook af, dus... Het is maar een heel kort scenario. Ik heb hem even snel in elkaar geknald, maar ja... Kort maar krachtig, zeggen jullie wel eens. Dus dat is in dit geval ook zeker aan de orde. En ik vraag me af of wij zo meteen nog een stukje harder mogen rijden. Want ik moet zeggen, ik vind dit niet zo gek snel. Even kijken. Wij zijn nu bij... Ja, ik kan het misschien zelf ook wel een beetje inschatten. Ik ga even kijken. Hier zijn wij nu. En Essent Vuilnisbelt. Ja, oké. Dan komen wij zo meteen. Hier is Philip Morris. Ja. Oké, ja. Nou, dat is leuk. Edwin die zei ook dat het is leuk voor een zondagaflevering. En dat geef ik eenmaal gelijk. Zondagaflevering mag wat langer zijn en wat luchtiger. En dan door de week doen we natuurlijk de wat serieuzere treinritten. Tenminste, zo wil ik het een beetje doen. En de comments. Nou, daar heb ik vorige keer al heel veel comments behandeld. Dus ik ga zo meteen nog van één aflevering de comments doen. En dan gaan we voor de rest gewoon lekker op de rit focussen. En dan gaat het wel helemaal goed komen. En ik hoop dat wij zometeen nog toch wat sneller mogen. Want ik vind het een beetje... Ja, en anders kunnen wij zelf natuurlijk ook nog sneller rijden. Dat is ook geen probleem, want... Het is toch niet tijdsgebonden, dus we kunnen lekker doorrijden. Maar ik denk dat het ook iets te maken heeft met dat die trein nog voor ons zit. Dan ben ik heel benieuwd hoe ver die zit op dit moment. Wij zijn hier... Oh, die loopt al echt geruime tijd voor op ons. Heel ver zelfs. Oh, die is helemaal hier, joh. Ja, daar hoeven we echt geen rekening mee te houden. Ik dacht al, die haalt ons echt wel in. Dus ja, ik kan in principe ook wel harder rijden. Ik weet niet of het beveiligingssysteem wat we hebben... dat oppakt, zeg maar, als het zo is. Want het lijkt me ook wel vet. Ik vind namelijk dit echt wel een stoere trein, weet je wel. Dan moet je ook gewoon echt even voorbij komen. Kijk, als je dan met een trage snelheid... Ja, we kunnen even kijken hoe hard die kan. Daar ben ik wel heel benieuwd naar. Als de trein toch niet... als het beveiligingssysteem niet ingrijpt. Dat is dit. Kijk hoor. Volgens mij staat hij nu aan. En hij pakt namelijk niks op, dus... Ik denk dat hij toch best wel een flinke vaart kan hebben, hoor, jongens. Even serieus. Ik denk dat hij toch best wel de 160, zeg maar, ongeveer... tussen 140 en 160, denk ik dat hij toch wel kan halen. Maar dan, ik weet het niet of hij dat kan halen met deze loks erachter. dat geluidje is volgens mij, als ik dat goed heb, dan dat er iets met de sein is. Maar dat weet ik niet zeker. Ik probeer het een beetje te begrijpen... misschien kan ik er zo meteen nog wel even wat informatie over deze trein vertellen. Dat is juist wel eens... dat is misschien juist wel leuk om dat zo eens te doen. En ik zie... Oh, 40. Ja, zie je wel. Oké, dat betekent dat het beveiligingssysteem half werkt als het tuut-tuut is. Dan is er een geel sein voor ons. Dan hebben wij denk ik zo meteen een wisseltje die wij over moeten. Zo. Ik denk bij Berg op Zoom dat we toch ergens een wissel over moeten. Waarom weet ik niet, maar... En ik save hem weer even heel snel, want... Zo. Ik moet zeggen, het is wel echt een prachtige, prachtige dag in Train Simulator. En het is echt hier dus ook... Ik neem het namelijk 's morgens op, dus dat hoor je misschien wel. Ik heb een beetje een schorre stem op zondagochtend. Lekker een Train Simulator en dan heb je 's middags gelijk online.
Dus ik ben heel benieuwd wat we moeten gaan doen. Ik hoop toch niet dat we nu een rood sein hebben. Ik denk eigenlijk dat we gewoon echt ook geel krijgen. Nu, nog steeds. En dat we dan een wissel overgaan op een of andere rare manier. Anders zou ik niet weten waarom we opeens 40 moeten. Oh ja, we moeten hier zo over. Spoor 1. Daar heb ik nog nooit over gereden, moet ik zeggen. Daar had ik de vorige keer nog over toen met de Benelux-trein. Weet u er nog? Nou, oké. Okay, top. Hebben we dat ook weer eens een keertje meegemaakt. En inderdaad, en dan mogen we vanaf hier natuurlijk weer 40 km per uur. En ik zal wat informatie opzoeken over deze trein zelf, want daar ben ik wel heel erg benieuwd naar. En ik denk eigenlijk jullie ook wel, want het is de eerste keer dat we met deze trein rijden. En ik heb hem natuurlijk ook gewoon gekocht. Dus ik ga hem eens even opzoeken. Even kijken. Ja, ik heb hem. Perfect. Ik heb hem in ieder geval het goede en dan... Ja, ik heb hem. Perfect. Oké, nou dan gaan we zo meteen, als we hier berg op Zoom uit zijn, gaan we daar eens wat informatie over vertellen. En dan heb ik straks natuurlijk nog de comments voor jullie. Dus jullie hoeven je niet te vervelen deze aflevering. En dat gaat helemaal goed komen. Oké, dan gaan we hier over rechts over de wissel. Ja. En het had nou wel leuk geweest als we nou ook echt over de rechterbaan moeten... Ik vraag me af waarom dat überhaupt moet. Volgens mij is dat omdat er dan niet bij de passagiers hier links staat. Want spoor 1 kunnen geen mensen instappen. Dus ik denk dat dat de grootste reden is. Al ben ik wel eens in Berg op Zoom. Heel vaak heb ik daar gestaan en dan komen de goederentreinen gewoon voorbij gereden. Dus ja, ik vind het een apart dingetje. Maar zometeen kunnen wij gelukkig natuurlijk gewoon weer de snelheid naar 80 brengen. En ik hoop dat we straks ook nog even wat harder mogen. Maar ik geef gewoon lekker het gas erop. Zo. Ik ken het beveiligingssysteem nog niet, jongens. Dus als ik iets straks misgaat, ik denk eigenlijk helemaal niet dat dat kan. Ik ga eens even heel snel de lijn observeren, want de laatste tijden ging het zo vaak fout. Het enige wat we kunnen hebben is... Ik denk dat op Kruiningen-Ierseke. Daar gaan we denk ik nog wel wat meemaken, heb ik het gevoel. Want er was iets met een... Ah, het is goed. Nee, oké. Nou, we zien het wel. In ieder geval, wij rijden hier weer veilig berg op Zoom uit. En ik druk nog even snel op de save knop in de tijd. Want de temdumps vallen de laatste tijd mee. Maar ik hou toch nog even de save knop erbij. Ik weet echt niet waarom het ene keer wel is en het andere keer niet. Het is gewoon een 140 gebied hier, jongens. Maar ik mag maar 80, dus ik denk dat het komt omdat ik een goederentrein ben ofzo. Nou, in ieder geval, ik zal eens wat informatie vertellen over de Crossrail. Gewoon, ik ga niet heel saai een verhaal voorlezen, want dat is echt super saai. Ik ben namelijk wel benieuwd naar de maximale snelheid. Even kijken, CRB is een Belgische particuliere railgoederenvervoerder met zetsel in Deurne bij Antwerpen. Het is thans een volle dochter van Zwitserse railgoederentrein Crossrail AG... Even kijken, nog even gas geven. Bla 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 bla. Ja, ik zoek eigenlijk meer de trein. Locomotief PB genaamd Marleen. Oh, locomotief P12 gaan we even zoeken dan. Dan komen we denk ik lok P12. Dit is meer. Even kijken hoor. Ik zat eigenlijk verkeerd. Ik zat meer over het bedrijf, zeg maar. Wat voor winstcijfers. Nee, ja, dat is niet zo boeiend natuurlijk. Locomotief DE6310 zie ik hier ook nog staan. Locomotief D. Lok DE6310.
Dan hoop ik dat ik er nu uitkom. Crossrail. Ja, dat had ik wel wat beter kunnen voorbereiden, jongens. Maar ik denk die heb ik zo gevonden, die trein. Ja, dan kom ik toch wel weer hierop. En we rijden inmiddels berg op Zoom ook nu echt uit. En hier rechts zou ik altijd nog een keertje... zijn ze inmiddels staan volgens mij deels huizen. En dat zou ik altijd, dat vind ik hele mooie huizen, jongens. Ik zit de laatste tijd ook een beetje te kijken naar huizen natuurlijk, zoals de meeste mensen weten. En dan, ja, dat vind ik wel grappig op zich. Even kijken hoor. Zo, ik zit een beetje... Ik had even zo snel geen... Nee, ik kan even zo snel geen informatie vinden, wat ik heel raar vind. Maar, oh. Live natuurlijk. Ja, dan, anders pakt mijn webcam de belichting niet zo goed. Kijk maar, want net gingen jullie mij heel donker zien. En nu zie je dat het al een stuk beter is. Dus nou ja, wij gaan gewoon lekker gas geven. Zo. En dan gaan we even met een volle vaart richting het Sloegebied. En kijk eens even, jongens, wat voor prachtige treincombinatie wij hebben. Hier nog wat kleine loks erachter. En dit vind ik ook trouwens een apart dingetje. Dit vind ik apart, jongens. Want het lijkt wel. Hé? Hoe zit dit hier aan elkaar gekoppeld? Dat moet ik zo meteen echt even gaan uitzoeken ergens. Want het lijkt... Kijk, zie je? Of die gewoon deels van... Kijk, want hij heeft namelijk twee dingen, zie je? En dit zit ook een stuk hoger, dus het lijkt wel of die hoger zit vastgemaakt of zo. Zie ik nu net hoor. Ik vind het wel een raar dingetje. Hier, kijk. En dan... Hè? Zien jullie, kijk, zie je hier dat witte hier zo? Dat zit een stuk hoger, dus het lijkt wel of het op een aparte manier in elkaar... Oh, hier is het weer. Maar... Zou dat de bedoeling ook echt zijn of niet? Het is wel bij al diezelfde containertrein. Dus lijkt mij wel. Ja, leuk. Het lijkt me een mooi puntje zo meteen als wij voorbij Kruiningen-Ierseke zijn. Want daar zouden het ook iets met dat we moeten wegtappen of zoiets. Even kijken hoor. Wat was dat nou? Ik weet het niet meer. Maar dan lijkt het mij mooi als we dan de comments eens even gaan behandelen. En we gaan nu eens even proberen om gewoon wat vaart te geven. Ik weet dat we maar 80 mogen, maar... Ja, we hebben toch ook alweer een vertraging erbij. Dus ik ben wel eens benieuwd. En ik rijd niet vaak te hard. Maar ik ben wel benieuwd. Kijk, het is de eerste keer dat ik met deze trein rijd. Dus dan moet je wel een beetje weten wat voor speling je hebt. Kijk, als het 90 is, dan denk je, ja, dan kunnen we die 80 wel houden. Maar als je 140 kan, scheelt best een hoop. En aangezien het dan gewoon op dit stuk kan. Als ik niet in de knoop ga zitten met de treinen voor mij. Volgens mij zit er namelijk geen trein voor mij. Nee. Nee, er zit geen trein voor me. Ik denk misschien hoogstwaarschijnlijk... Oh, ja, ja, jawel, jawel, jawel. Deze zit nog voor mij. En ik zit hier. Oh ja, dan moet ik meteen wel even misschien wat rustiger aan gaan doen. Oh, ik vind dit leuk, jongens. Ik vind dit leuk. Ik ben hier zo. Ah, maar die zit nog heel sterk voorbij mij.
Ah, ik denk dat hij wel boven de 100 kan, hoor, deze trein. Ja, dat gaat goed. 92 al. Dus gelijk eens even kijken wat voor leuke knopjes wij hier nog meer in de trein hebben zitten. Even kijken. Wat is dit dan? Oh, dat is de... Oh, dat is zo. Oh, dit is zo'n rem. Kijk, zie je? Zo moet je remmen bij deze trein. Dat is wel leuk op zich. Gewoon echt met een soort joystick of zo. Ja. Ik weet niet wat dit is. Je kan het draaien, maar er gebeurt niks. Oh, gaaf! Zo kan je de motor aan en uitzetten, jongens. Volgens mij is die, heb ik per ongeluk de motor uitgezet. Oh, dat is wel gaaf. Volgens mij staat hij nu weer aan. Toch? Of niet? Ik denk het wel. Oh, gaaf jongens. Je kan gewoon met deze trein de motor aan en uitzetten. Dat vind ik wel echt gaaf hoor. ATS. Oh, er zit hier een ATS in. Ik vind deze trein echt geweldig jongens. En dan kan je misschien ook nog wel aan de andere kant zitten. Ja, kijk. Dit is natuurlijk ook gewoon gaaf jongens. Als je dan gewoon als kleine kijker van Game Channel. Dan zit je te kijken en dan kan je zo meekijken hoe... Oh, maar dit is wel echt een gave trein, jongens. Hier nog wat leuke knopjes. Maar dan denk ik dat ik weer even naar de andere kant moet. Zo. Instrument lights. Oh, die kan je ook nog aanzetten. Oké. Okay. Desk light. Cabine lichten. Oh, dit zijn de frontzijnen, denk ik. Ja. Maar dus dat betekent... oh nee, ja, kijk. Er zit daar al een, zitten hier al wat deuren. Betekent als je deze deur hier zo open zou moeten gaan... Dan zou je zo naar de andere kant moeten gaan. Maar zo gedetailleerd is het helaas niet. Dat vind ik wel jammer. En daar zullen nog ook wat andere spulletjes zitten. Marken. Ah, oké. Okay, nou. Oh, en dan is de EHBO-koffer. Dit is een plaatje. Dat zie je zo. Ah, jammer. Nou, we zitten al flink boven de snelheid die mag. Dus ik ga de snelheid er zo meteen wel eens een beetje afgooien. Anders gaan we heel dicht op die andere trein zitten, denk ik. Waar is die eigenlijk? Oh nee, oh, die is bij Kruiningen-Iersk is die al voorbij. Nee, daar hebben we geen last meer van. Want natuurlijk gaat deze trein gaat straks bij vlakbij Arnhem-Muiden in de buurt, gaat die trein rechtdoor en wij gaan links het sloeggebied in. Dus in principe gaan we hem niet echt meer zien, denk ik, die trein voor ons. Al was er wel een trein die ons tegemoet kwam, of was die inmiddels al voorbij gekomen? Ik denk het wel. Ja, die was ons voorbij gekomen volgens mij toen ik met die lampen bezig was. Ja, dacht ik al. Oké, okay. Leuk. Even kijken, maar die trein was Kruiningen-Ierseke voorbij. En waar zijn wij dan nou eigenlijk? Oh, Rillandbad. Perfect. Ik hoop niet dat jullie het erg vinden dat ik wat sneller rij. Want ik vind het wel een... Kijk, weet je wat het is? Als je zo'n trein ziet, dan moet je echt denken van... Tjoe, wat is dat ding gaaf, zeg. Kijk, als je nou zo hier zo staat te wachten... Kijk, en dan zo'n trein voorbij komt. Ja, dat is een beetje iets mannelijk. Vind ik dan. En ik vind een goederentrein, dan zeggen ze altijd... Ja, die moet langzaam voorbij komen. Want dan zit je... Want dan maakt het minder herrie. Maar ik denk, je kan het beter sneller voorbij hebben. Dan heb je het sneller gehad. Liever korte pijn, toch? Ja, ik had het in de comments gezien, jongens.
Maar ik had de vorige keer al volgens mij mevrouw koptelefoon was gepest. Maar als we weer een reguliere rit doen en ik zie hem, dan gaan we hem wel eens even te grazen nemen. Oké. Zo. En zometeen als ik de, zeg maar ook voorbij Kruiningen-Ierseke ben, dan gaan we gewoon lekker Kruiningen-Ierseke gaan wij lekker het gas erop gooien. Want dan kan je ook zien, dan hebben we redelijk rechte stukken tot hier denk ik dan. Dus ja, zie je Kruiningen-Ierseke, dus we hebben eigenlijk gewoon bijna een recht stuk de hele tijd. En dan daarna dan ga ik het gas terug erop zetten, zodat we ook echt niet met deze trein in de knoop kunnen komen. Want ik weet niet hoe Edwin het heeft ingesteld, of hij ook hier daadwerkelijk gaat stoppen op Capelle. Dat kunnen we nu wel even mooi zien, of hij dat heeft ingesteld. Want anders gaan wij er ook wel te dicht op komen en dan houden wij ons gewoon weer netjes aan de 80 km snelheid natuurlijk. Ik denk eigenlijk dat hij doorrijdt, want dan, maar dan hoeven we echt helemaal nergens zorgen over te maken. In principe. Kijk, als hij nou stilstaat, kijk, ja, die gaat toch stilstaan volgens mij. Toch? Ja, die gaat stilstaan. Ah, dat maakt niet uit. Dan komen wij echt niet in de buurt. Als wij zo meteen bij Kruiningen-Ierseke ons netjes aan de snelheid houden, dan gaat dat goed komen, denk ik. Ah, al zou het wel gaaf zijn als er nou opeens gewoon bam, opeens die trein voor ons zou staan. Maar dat gaat wel. Nee, dat lukt wel. Zo. En toch had ik gelijk, hè. Ik zei boven de 100. Ik dacht eigenlijk eerst 160, maar dat gaat hem niet lukken. Ik denk als we hem zo wel doorgaan, dan kan hij wel de 110 nog halen misschien. Met windje mee en als alles mee zit. Bergje af. Alleen ik snap niet zo heel veel van het beveiligingssysteem in deze trein. Het lijkt me echt ook wel Duits gebaseerd. Want dit is natuurlijk gewoon een paintpack. Maar in principe zou dat ERMTS of zoiets erin moeten zitten. Want dat zou straks natuurlijk in heel Europa moeten werken, dus ja. Zo. 106. Ik hou toch even flink in de gaten, jongens. Want ik wil niet dat wij opeens zo meteen op een andere trein zitten. Ah, hij is alweer aan het rijden, kijk. Perfect. Dit zitten wij er namelijk tussen, jongens. Dus ik denk dat het wel goed is als we zo meteen de snelheid na Kruiningen-Ierseke er wat gaan minderen. Zo. Gaan we nog even die tijd even een hele mooie flyover doen. Dat is ook altijd nog leuk natuurlijk. Oh, en hier hebben wij, ik zie al een wissel. Dat was al een beetje waar we het over hadden. Ik ben benieuwd of ons beveiligingssysteem dat ook gaat oppakken zometeen. Maar ik gooi gewoon al het gas eraf. Ah ja, misschien heeft hij net toen ik wegvloog al gepakt. Ik weet het niet. Maar 40, dat is toch best wel eventjes een heftige snelheid dat wij even naartoe moeten. Met onze zwaar beladen trein. Zo. ...700 meter, dan moeten wij op de snelheid zitten. En dat gaat ons lukken. Ja. Yeah. Gaat ons gewoon lukken, jongens. Heel even snel 7 natuurlijk. We hebben hier een ding, dus volgens mij moeten we hier weer een wissel over. Maar de wissel gaan we gewoon met 40 over, dus geen probleem.
Zo. Oh, en zometeen mogen wij ook echt een stuk 120, hè? Dat is wel gaaf. En dan ben ik benieuwd hoe die ons wil sturen. Want hier komen we natuurlijk bij Kruiningen Ierseke aan. Dus dan gaan we waarschijnlijk weer over het rechtse spoor heen. Denk ik. Even kijken. Ja, dat dacht ik al. Perfecto. En dan gaan wij ons vanaf hier netjes aan de snelheid houden. Ja, nou in principe dan hoeft het niet, want we mogen hier zo weer 120. Dus ja, ik weet niet hoe ver we... Ja, ik ben zo bang jongens om achter op die trein te knallen. Snap je wat ik bedoel? Die is inmiddels al wel heel ver. Nee, dat gaan wij ook echt niet meer halen. Die is nu een goes. Dat hoeven we ons geen zorgen over te maken. Nou, in ieder geval laten we ons bezighouden met het anders. En dat zijn namelijk de comments. Want daar ben ik... die weet ik altijd nog wel te behandelen. even kijken. Is dat rood sein? Nou, ik schrok er even van. Ik dacht ik zag een rood sein staan. Maar dat is niet voor ons natuurlijk. Zo. En ik heb de comments meegenomen van aflevering 131. En daar reden we met de SLT naar Arnhem. En ik had op de koersborden Alkmaar gezet. Ja, ik had het nog even teruggezien, want jullie hadden altijd het gezien. Dat is wel grappig. Even kijken, laten we allereerst beginnen met de comment van Jerome. Die zegt namelijk, leuke video weer Victor. Je 1080p versie ziet er netjes uit. 10-80 wordt in het Engels gebruikt. En het object boven de snelweg dat je verdwijnt heeft niets te maken met de routebouwer te maken, maar hoe de objectbouwer hem gemaakt heeft. Verder nog een klein dingetje, Victor. Als een sign denied is, spreek je denied, de niet is, spreek je dit anders uit, zoals jij het zegt, zonder de extra E die uitspreekt. De die is een enkele I. Dus, klank dus denied. Oké, ja, dat is een beetje hetzelfde als Jerome, hè? Ja, oké. In dit geval dus denied. Denied, oké. Even kijken hoor. Dus denied niet, denied. Denied. Denied, denied. Oké, nou, ik zat vast nog wat vaker zeggen, maar help me er gerust mee, zou ik zeggen. Verder nog even geduld hebben op de update van Zuidwest-Nederland, waar de Zeeuwse lijn deel van uitmaakt. Ik zit nog even te wachten op het station van Dordrecht. Verder is Vlissingen ook, Vlissingen-Oost ook al een heel eind af. Oh, dan ben ik benieuwd hoe je dat gaat maken, Jerome. Ik ben benieuwd. Christian983, weer een leuke aflevering en een duimpje omhoog. Ik vroeg me eigenlijk af of jij een redelijk voetbalvolger bent en ook het EK volgt. En zo ja, welk land mag van jou het toernooi winnen? Nou, van mij, ik volg het niet. Maar van mij mag Gino volgt het wel. Gino is een heel erg voetbalfanaat opeens. Ah, dat is bij Gino iedere maand weer wat anders. Maar in ieder geval, hij is van België. En ik, ja, lijkt me ook leuk als dat zo zou zijn. Ik denk inmiddels dat we het al weten. Want ik heb deze video wat opgenomen voordat dat het WK nog lopend is. Ik hou het account niet bij, maar ja, het zou me wel leuk lijken. Gaming en tech, weer een kort maar krachtige video. Gisteren is op trein.nl gaaf snuiter te downloaden, de naam Nijmegen Schiphol Airport. Ja, ik heb hem gezien. Wellicht dat ik hem binnenkort nog eens een keertje wil spelen. En dit vind ik altijd wel een gaaf dingetje, zo. Even kijken. Even kijken. Dat vind ik altijd gaaf, zulke dingen. Ja, ik zoek altijd gewoon de leukste screenshot uit en die komt op de thumbnail. bedankt voor het spelen van mijn scenario. De tijd op Ede is lang. Ja, je had hem om 36 moeten vertrekken. Ik zal het straks aanpassen. Je had 3 minuten moeten staan. Zal vanmiddag kijken. Ik kijk iets verder en nu snap ik waarom je zo lang moest wachten. Oké, top. Nou, weten we dat ook weer. Dan heb ik hier nog een van Dennis Huik.
Wanneer ga je koptelefoon man of mevrouw plagen? Nou, dat heb ik de vorige keer nog gedaan, volgens mij. Dus, nou, dat heb ik toen voor jou gedaan, alsjeblieft, zou ik zeggen. Nog. Hier een korte firm voorbij, vierbaks firm natuurlijk. De trein van, ja. Ik denk van 5:30 vertrokken uit Goes. Wanneer ga je... Oh, nee, wacht even, die had ik natuurlijk al. Je kunt zondag het beste met de firm naar Utrecht. Dit is een rit van ongeveer 3 kwartier. Ja, leuk. René Beeldman, aan het begin greep de ATB niet in, omdat je langzamer reed dan 45 kilometer. ATB EG grijpt pas boven de 45 kilometer in, ook bij een rood sein. Nou, weten we dat ook weer. Bedankt René Beeldman voor jouw comment. Maarten NF, als het goed is, vandaag de stationstunnel op Breda open. Was chaos vandaag, met name naar het zuidoosten. Iets met gestrande reizigers laat in de avond. Oké. Okay. Nou, dan zijn dat wel leuke treinavonturen. Even kijken, Bert die zegt weer een leuke aflevering, Victor, zoals altijd weer leuk en genieten. Dankjewel Bert voor jouw leuke commentaar natuurlijk. Saskia Keulemans, Thomas. Ja, ik denk dat je Thomas de trein bedoelt. Dat kunnen we ook wel weer eens een keer doen, dat is ook lang geleden. Jaden Haldeman, ik woon in Almere. Nou, super gaaf. Bliefjes 93, en hoe zorgen jullie ervoor dat de video precies om 4 uur op YouTube komt te staan? Nou, Bliefjes 93. Allereerst... Oké, daar ga ik eerst antwoord op geven en dan ga ik verder. Dat kan je instellen in het uploaden van gepland. Ja, dat heeft de Let Dutch Games al gezegd. Je moet partner inderdaad zijn en dan kan je instellen wanneer je op het half uur wil. Dus 4:30, 4 uur. Welke datum? Nou, ik loop een paar weken voor. Dus als ik nou ziek word, dan staat er gewoon nog een video en dan kan ik het later weer compenseren. Dus dat is heel fijn. En daarom hebben wij ook eigenlijk altijd heel vaak gewoon video's. Hugo Boel... oh nee, wacht even. Daar wou ik natuurlijk eerst nog op verder gaan. Als jullie namelijk op het kanaal kijken van Bliefjes 93, dat is wel een grappig dingetje. Dan zie je namelijk, als je op zijn kanaal kijkt, dat hij heel veel dingen naaapt van Bliefjes en van Game Channel vooral. Vorige keer had ik... ik kan je het zo meteen misschien wel even een aflevering laten horen. Maar vorige keer gingen... Als hij die... welkom bij een nieuwe aflevering van Train Simulator. Nou, dat is natuurlijk heel erg gejat van mij. En dan ons muziekje er toevallig achteraan geplakt. En dan had ik ook weer een video gemaakt met een... een andere upload-dag. En dan zat het muziekje van Bliefjes 92 weer in. En dan denk ik van... Ja, ik... En als je dan mij vraagt, ja, wat vind ik ervan? Dan kan ik daar eigenlijk gewoon geen antwoord op geven. dus ja, ik wil dat jullie zo best laten horen wat ik bedoel. Aan de ene kant zeg ik van... Ja, leuk dat mensen ons na willen apen. En dat betekent dat ze gewoon... vet vinden wat wij maken natuurlijk. Maar aan de andere kant denk ik van ja, wat wil je nou eigenlijk met je YouTube kanaal bereiken? Snap je wat ik bedoel? Dus wil jij nou gewoon graag dat je veel kijkers en abonnees hebt, dan moet je toch in je eigen stijl gaan bedenken. En dat brengt mij ook gelijk weer op iets nieuws dat ik binnenkort wil doen, want ik wil binnenkort een aantal specials gaan maken. En dan wil ik misschien wat YouTube tips geven. Want ik merk dat er een heleboel mensen naar ons kijken, zeg maar. En die denken van, ja, ik weet niet zo goed. Die doen wel maar een dotje, als het ware. Die maken video's, ze vinden het leuk, ze hebben er plezier in, dat is het niet. Maar ik weet zeker dat hun er meer uit kunnen halen. En kijk, wij zijn een kanaal wat ruim 2000 abonnees hebben. We gaan al richting de 2.500 abonnees. Wij gaan echt de laatste tijd goed met abonnees. En daar wil ik jullie mee helpen. Dus snap je wat ik bedoel? Ik wil jullie graag helpen met... even kijken. Ik wil jullie graag helpen met jullie kanaal. En als jullie zeggen, nou prima, laat het even weten wat je dan graag zou willen weten. Geld verdienen, hoe je dingen uploadt, hoe moet je beginnen, wat zijn tips. Laat het even weten in de comments en dan kan ik daar binnenkort gewoon antwoord op geven. Want even voor de duidelijkheid, de meeste ideeën bij Game Channel, die verzin ik als wij iets anders gaan doen. En dan slaat het 9 van de 10 keer ook aan. Ik zeg niet dat wij hele goede YouTubers zijn, totaal niet. Maar ik kan wel, ik ga het even opslaan, want anders zo... Ik kan jullie wel helpen met jullie kanaal om wat tips te krijgen. Want ja, wij zijn gewoon richting dik in de 2000 abonnees.
En dat hebben wij gewoon gedaan door onze video's. Ja, meer is het niet. En dankzij jullie natuurlijk. En we gaan hier denk ik een wissel over. Waarom mogen wij hier opeens maar 40, jongens? Dat vind ik apart. Maar oké, dan... Dit vind ik even apart, jongens. Want volgens mij hadden wij hier links gemoeten. Over het rangeerspoor. Daarom moeten wij ook maar 40. En dan zouden we hier weer Goes Vlissingen rechts moeten. Ik vind het een raar dingetje. Maar we gaan het zien of het allemaal goed gaat komen. Maar in ieder geval, laat het even weten. Wat zou je graag willen dat wij als YouTube tips gaan geven? Onze mening erover misschien. Zeg je van nou... wat vind je van dit soort video's? Wat vind je van dat soort video's? En nogmaals, ik zeg echt niet dat wij pro-YouTubers zijn of zo, dat wij alles heel goed kunnen. Maar ik weet wel dat wij altijd voor kwaliteit gaan. En we steken er geld in. We kijken hoe het beter kan. Dus we kunnen jullie wel wellicht wat verder helpen. Dus lijkt dat je leuk? Laat even weten in de comments wat je graag zou willen. En ik zou misschien dat ik er binnenkort nog een extra video over maak. Dat alles een beetje bij elkaar houdt, weet je wel. Dus dan kan je daar gewoon alle comments onder zetten. En ik denk, als ik een ontsporing ga hebben, dan heb ik het gevoel dat dat hier zo gaat zijn. Nee, perfect. Mooi. Ik schrok er al een beetje van namelijk. Want ik vond het al raar. Waarom komt hij nou weer op Vlissingen rechts? Maar oké. Het zij zo. Nou, dan kan alles weer af. Ik ben al de laatste tijd een beetje... Kijk, dit vind ik een leuk detail. Dat hier gewoon die leuke stoomtreinen staan. Want dit staat er in het echt ook, jongens. Dat vind ik echt wel gaaf, Edwin. Weer mijn complimenten. En ook gewoon deze 1100. Heel mooi gedetailleerd. Heel mooi scenario. Nou, ik ga weer wat gas bijgeven. Maar in ieder geval, dan weten jullie een beetje dat ik dat graag zou willen. En er gaat waarschijnlijk binnenkort een extra video komen. Misschien kan ik gewoon wat vragen beantwoorden. Een soort Q&A. En dan behandel ik jullie YouTube-vragen waar jullie vragen over hebben. Misschien dat ik een videootje voor je moet editen. Of ja, snap je wat ik bedoel? Dus ja, nou dat dus. Even kijken. Je had in het begin je koersbord op Alkmaar in plaats van Arnhem. Kan je misschien je eigen routes scenario bouwen? Nou, ik zal binnen. Ik maak wel eigen scenario's, maar ik kan geen routes bouwen. Dus dan weet je dat ook weer. En dan de laatste iets van Bliefjes 93. Goede video, maar Victor, wanneer ga je een greenscreen aansluiten? Trouwens, ik deed de eerste like. Nou, super bedankt voor de eerste like. En wanneer ik een greenscreen ga aansluiten? Voorlopig nog niet, denk ik. Ik wil eerst even zorgen dat met Game Channel het goed gaat. Want er zijn achter de schermen weer wat kleine dingetjes gaande. Dus nou, dan weten jullie dat ook weer. Even kijken. Welke aflevering was dat nou? Oh ja, dit is leuk. Dit is leuk. Volgens mij was dat deze aflevering van Blieves. Ik zal het eventjes kort doen. Nou jongens, wie doet dat nog meer? Ik aap hem denk ik na. Maar oké, okay, nou, het is grappig natuurlijk. Maar als je verder wilt, dan zou je toch wel iets originelers moeten gaan verzinnen, denk ik. Maar goed, we zijn in ieder geval door de comments heen. We zijn voorbij Goes. En we gaan nu lekker het laatste kwartiertje rijden. Richting Vlissingen, het Sloegebied. En dan hebben we toch een lekkere gezellige aflevering straks achter de rug. En ik heb wel even tijd en zin in een mooie flyover. Ik ben benieuwd hoe ver we kunnen komen. Ik denk een beetje tot hier. Ja, oké. Okay. Molen hier zo. En dan ben ik heel benieuwd, want dit zou dan ergens vlak bij Arnhem-Muiden moeten zijn, denk ik. Even kijken. Wat ik wel jammer vind trouwens, jongens, want de tijd zien wij linksonder staan.
Maar wij rijden nu momenteel harder dan 100 of harder dan 80. En de tijd dat wij daar aankomen loopt ook op. Dus dat vind ik wel raar. In principe, als het, die computer weet dat we toch maar 80 mogen. Dan kan die tijd niet oplopen, lijkt mij. Nou ja, oké. Okay, we gaan wel een lekker stukje gas geven weer. Rechts de mooie Zeeuwse koeien natuurlijk weer. En ik ga even mijn koptelefoon, man. Koptelefoon. Anders doen, want dat ding is zo zwaar in je kop. Ik zou jullie nooit adviseren om deze te kopen, want dat ding dat zit zo zwaar op je kop. En ik heb het al vaker gezegd. En dat is niet fijn. Ik ga eens even kijken of ik iets moois kan maken. Ah, nee. Ik wou eigenlijk zo heel mooi... Zoiets zou ik hebben. Kijk, perfect. Ja, leuk. Oké, perfect. Dan kunnen wij weer doorgaan. En dan gaan wij alweer bijna richting het sloe-stuk. Het sloe-gebied. En ik ga even heel snel kijken hoor. Want hier zo... gaan we nog langs, hier zo. En dan hier zo gaan wij zo meteen naar links. Net, daar kunnen we net niet zoomen, denk ik. Maar dat was toch hier ergens? Ja, zeker. We moeten hier nog langs. Hier komt het Shell. Oh nee, we moeten nog heel veel stuk verder. Want hier is het Shell station. Oké, dan. Nou, ik dacht dat het wat eerder was, maar... Ja, we rijden natuurlijk ook minder snel, dus misschien zal dat het zijn. Nou, wat zometeen de bedoeling is als wij in het sloeggebied aangekomen zijn... Dan koppelen wij alles af en dan gaan wij naar het keerpunt... En dan gaan wij vervolgens stoppen op Vlissingen Oost Lok 1 of zoiets. Zodat wij weer iets moeten aankoppelen... Oh, nee, ik zie het al. We gaan zo meteen eerst hier naartoe. Dan koppelen wij het af. Dan gaan wij naar hier zo. Dan gaan wij keren. En dan gaan wij helemaal naar hier om de lok neer te zetten. Oké, ik snap het. Dus wij moeten hem daar neerzetten. En dan... ja, ik snap hem. Ik ga even kijken of dit keer wel een... Oh, het is weer zo anders, jongens. Het is weer van die lange loks... Die je niet kan doorschuiven. Want ik moet natuurlijk hier zo komen zo meteen. Nou ja, we komen er wel uit, denk ik. Even kijken. Nou moet ik toch wel heel erg dicht bij komen. Maar ik had net echt het idee dat we al verder waren. Oh nee, nou als je dit viaduct gehad hebt, dan is het volgende viaduct is de dingen. En misschien als ik nou een beetje mijn best doe, kom ik wel. Ja, zie je? Hier zo. Hier moeten wij zo meteen natuurlijk weer over. En ja, dat vind ik nog steeds een... Oh, we moeten afremmen. Het mooiste stuk in de Zeeuwse lijn. Ben ik trouwens ook wel heel benieuwd wat hij aangaf. Ik denk natuurlijk gewoon dat we uit kunnen gaan van de 40. Even kijken wat er hierop staat. Heel snel even naartoe vliegen. Zijn echte treinmanager is het ook moeten kunnen. Ja, we moeten afremmen naar de 40. Oké, dat dacht ik al. Zo. Prachtige, mooie Zeeuwse landschap. En ik ben wel benieuwd wat Jerome ook in Vlissingen Oost gaat bijbouwen. Want hij zou daar iets gaan doen, maar wat hij gaat doen, ik heb geen idee. En staat hier dan serieus de deur open van onze... Het raam open van onze trein? Hier zo? Hé, ja, kijk jongens, wacht. Hoe deed ik dat nou?
Kijk, jongens. Hoe vet is dit? Kijk, je kan gewoon het raam zo openzetten. Oké, nou, gaan we nog eens kijken hoor. Zo. Oké, dan gaan we natuurlijk lekker met het raampje openrijden. Wat denk jij dan? En dan kunnen we natuurlijk onze kop ook nog buiten het raam steken. Hé, jongens! ik ben wel benieuwd of dat ook zo gedetailleerd is. Als je dan zo kijkt en dan zo... Oh, dat kan je net niet zien. Jammer. Ah, we gaan lekker met het raam openrijden. Het is warm. Zo. Komt hier de firm nog langs? We hadden ook niet veel eerder moeten zijn, denk ik, jongens. We hadden die wissel niet kunnen pakken. Of gaat die Veren nou voor ons stoppen? Nee. Wacht eens even, jongens. Wacht eens even. Dit kan helemaal niet. Even heel snel. Oh nee, die Veren stopt voor ons, jongens. Ik wou al zeggen. Die Veren heeft een rood sein voor ons. Ja, mooi. Dan kunnen wij hem toch pakken. Ik zag al dat we helemaal fout gaan, hè? Zo. Even kijken. Pakken wij hier de wissel natuurlijk. Dit is ook altijd nog een mooi stuk natuurlijk. Zo. Vorige keer hebben we het viaduct niet vanaf deze brug gepakt. Dus dan gaan we dat nu doen. En ik ga expres geen gas geven nu. Want ik weet dat ik namelijk zometeen hier ga je best wel een flinke bergje naar beneden. En dan krijg je vanzelf gaat het gas er wel weer bij. Zie je? Dit bedoel ik dus. Zo. Precies mooi naar de 40 kilometer. En dan zometeen hebben wij nog een flinke heuvel naar boven. En die moeten wij wel even met dat gas pakken. Want dat is best wel een flinke. En ik weet anders niet of dat gaat lukken. Ik ben wel eens benieuwd of we die heuvel kunnen pakken zometeen. Maar dan zeg maar vanaf stilstaan, snap je? Dan moet die trein zo ontzettend veel kracht geven. Daar ben ik wel eens benieuwd naar. Dus dan, misschien kunnen we dat wel eens even gaan proberen zometeen. Ik bedoel, die tijd loopt toch al op en vertraging hebben we toch al. Dus ik laat hem even uitrollen. En die... Kijk hoor. Even kijken. Oh ja, we moeten nog een heel stuk. Hier zo. Deze is best pittig, moet ik je zeggen. Naar boven. Ik ben benieuwd of die of dat gaat lukken. Ik denk dat deze trein het wel kan, maar die 6400'tjes die hebben er vaak wel wat moeite mee in, als enkel lok. Zo. Hier nog even 7 natuurlijk. Hoppakee. En je ziet hem daar al. De heuvel waar ik het net over had. Ik moet even kijken wat een goed punt is om hem dan echt stil te laten staan, dat hij echt de heuvel op gaat. Ik denk dat we wel kunnen zeggen dat dat vanaf... Ja, hier zit hij er echt wel goed op, jongens. Hier zo. Zullen we dan zorgen dat we hem hier zo stil kunnen zetten? Even kijken. Misschien doet hij het vanzelf al, als ik nou gewoon een klein beetje help. Zo.
Maar volgens mij houdt deze trein ook wel die houdt redelijk zijn snelheid, hoor. Ah, nee, daar gaat hij al terug. Dit is een flinke heuvel. En ik hoef hem ook wel echt een klein tandje bij te geven en hij remt al, jongens. Zo, we gaan eens even kijken. Want stel, je zou hier maar een rood sein hebben. Oké, even voor de duidelijkheid, je zou hier een rood sein hebben. Even kijken, en dan gaan we. Ah, nou ja, hij gaat op zich nog, rijdt hij redelijk door, hoor. Ik heb ook nog gas erop natuurlijk. En ik denk als ik nou ook niks doe, dan gaat hij vanzelf ook achteruit. Ja, zie je wel. Maar dat wil ik niet. Daar komt hij hoor. Daar komt hij. Ah, dit heeft hij moeite mee, jongens. Hier heeft hij moeite mee. En wheel slip. Ja, dat dacht ik al. Maar hier heeft hij echt moeite mee, jongens. Wow, jongens. Dit had ik echt niet verwacht. Die lok, die komt gewoon die heuvel niet op. Ik dacht, nou, dat trekt hij wel, jongens. Zo'n stoer, gaaf ding. Maar kijk even, jongens. Het lukt hem gewoon niet, die lok. Kunnen we niet nog wel ergens wat extra power erop gooien of zo? Nee. Oh jeetje, jongens, dit had ik echt nooit moeten doen. Dit had ik echt nooit moeten doen, maar ik heb het voor jullie gedaan. Dan zou je zeggen, hoe ga je dit nou oplossen? Nou, ik ga dat wel even op een andere manier oplossen. We gaan wel even achteruit in. Zo. Zo. Gaan wij eens even laten zien hoe we dat doen. Jeetje, dit had ik echt nooit verwacht. Ik denk, ja, hij heeft wat moeite om hem weg te trekken, maar het kan niet wel. Het gaat wel, want in principe zijn dit gewoon bijna 2-3 loks van die 6400. Dus ik denk, dat kan niet wel. Maar niets is minder waard. Ik had dit echt niet verwacht, jongens, dat hij hem niet zou kunnen trekken. Oké, nou weten we dat ook weer. Het is toch een zondagsaflevering. Laten we het lekker lang maken. Dus misschien als we nu gaan doen. Even kijken. Ik wil eerst houden dat hij gewoon heel veel gas geeft. Nu moet hij hem wel kunnen pakken, denk ik. Here we go. Ja. Ja, pak hem. Kom op. Weer een wheel slip. Oh jongens, dit gaat er echt om spannen. Maar hij pakt hem. Hij pakt hem. Ah, we gaan harder dan 3 km per uur in ieder geval. Daar ben ik al blij om. Ik faal zo, hè. Ik faal zo. Maar het is wel grappig. Kijk, als hij nou gewoon boven de 10 km over die heuvel heen kan gaan, dan ben ik al blij. Maar dit gaat goed. Dit gaat goed. En ik zit me nou ook echt meer op die snelheid te focussen. Want ik ben zo bang dat hij zo meteen terugdraait. En dat ik gewoon heel het stuk overnieuw moet. En dat ik gewoon het 60 rond moet komen. En dat hij dan het zo goed compenseert, zeg maar. Maar dit gaat goed komen. Ik heb er alle vertrouwen in. Maar jongens, dan weten jullie dat. Doe nooit, ga nooit voor hier stilstaan. Want dan trek je lok het gewoon niet. En als ik er nou eens, hij zegt wheel slip. Als ik nou eens de sender even aangooi. Krijg ik dan ook gelijk iets meer grip. Ja, maar dit gaat goed jongens, dit gaat goed. Dit gaat goed, dit gaat goed. 10 kilometer en we gaan gewoon over die heuvel heen.
En ja, als je helemaal die lok erover is, dan is het niet zo'n probleem, weet je. Dan komen we er wel. Maar het gaat meer om het erop rijden van die lok. Die al dat gewicht nog mee moet trekken. En nou zit hij echt op zijn toppunt. Kijk, 11 km per uur. Ik zet de sender even uit, zo. Ik ben benieuwd wat het doet. Oh, het geeft hem ook echt minder grip. Zie je dat, jongens? Dus ik moet die sender erop houden. Oké, nou, ik wist niet dat dat zo was. Zien jullie dat als je die sender eraf gooit? Kijk. Ah, nu niet, maar... Ja, zie je? Kijk, dan ga je gelijk je snelheid terug. Dat je minder grip hebt. Nou, ik hou hem nog heel even aan. Als we de heuvel af zijn, dan zet ik hem weer uit. Ik vind dit wel echt een van de gaafste Train Simulator afleveringen weer ooit, hoor. We komen gewoon de heuvel niet op. Nou, lekker dan. Zo. Even kijken, dan kunnen we de sender uitzetten, zo. Ah, nou komt hij er wel over. Nu zijn we er overheen, hoor. Nog even hier zo kijken dan, omdat het zo grappig is. Kijk, zien jullie dit? Kijk, nu is dit stuk trekt het al het gewicht dan weer naar voren. En hier zo is het meer nog even, ja, ik snap het wel, hoor. Ik snap het wel waarom die niet kon trekken. Kijk eens hoe lang een trein we hebben, jongens. En dat moet allemaal uit deze motoren komen. Dus ja, ergens snap ik het ook wel weer. Zo, we gaan nu door naar het sloeggebied, het echte sloeggebied. We zijn echt al meer dan een uur Train Simulator aan het spelen. Maar ik vind het nog steeds even leuk, maar maakt het niet uit. Is het zo? En dan gaan wij zometeen onze loks van achter afkoppelen. Ja, en ik weet niet hoe ik dit moet doen. Want als je ziet, moet ik alle loks afkoppelen. Maar ik kan er niet bij mijn voorste lok komen. Want dit is mijn achterste lok hier zo. Die waar een groen ding of een rood bolletje bij staat. De linkse, zeg maar. En ja, dus ja. Ik weet niet zo goed hoe ik dit het handigste kan doen. Ik koppel ze maar allemaal af, maar... Dan hoop ik dat hij hem ook echt voltooit. Want anders zou dat echt wel heel jammer zijn. En ik ga hem trouwens, als we het daarover hebben, toch even gelijk saven. En een klein beetje gas erbij. Want door die heuvel hebben we ook alweer vertraging opgelegd. Maar ik had echt verwacht, jongens, dat die trein dat wel zou trekken. Dat valt me echt teleur. Dit is ook een heel mooi plaatje. Even kijken. Heel mooi. Ah, ik wil het er toch nog even zo mooi op hebben, jongens. Even kijken. Zo. En 3 kilometer. En we gaan hem... De trein gaan wij hier ergens op een van deze sporen neerzetten. Even kijken. Hier ergens gaan wij hem neerzetten. En hier zien we ook al wat... Volker Real Locks en een Railon. En hier gaan wij hem strakjes uiteindelijk neerzetten, de lok zelf. En deze trein, die kende ik helemaal niet. Toen wist ik niet dat hij er ook in zat. Volgens mij is het ook geen Nederlandse trein.
Dus dat. En dan... ja, nou, ik ben benieuwd. We gaan eens even kijken. En dit gaat wel weer eens misschien een van de langste Train Simulator afleveringen ooit worden, jongens. Het is iedere keer weer een moment van... Nee, die hebben we al eens een keer gehad natuurlijk. Dat was die van 2,5 uur. Maar dit is wel weer echt een iets, ik weet niet, iets gaafs of zo, ik weet niet. Even kijken. Klein beetje te hard, maar dat maakt niet uit. Komen we zo meteen hier echt het vloergebied binnen. En dan kunnen wij onze loks afkoppelen. Hopelijk gaat het allemaal passen. Zo te zien wel. Ja, dat lukt wel. En ook best raar dat je op dit stuk gewoon links rijdt, zeg maar, hè? Vind ik dan. Hele tijd, iedereen rijdt rechts en hier rij je dan zo weer links. Dat vind ik ook wel een apart ding. Ja, maar misschien, ja, ik weet niet, omdat het niet druk is of zo. Zo. En dan gaan wij denk ik of rechts. Of rechtdoor. Ik denk rechtdoor. Spoor 2 lijkt me dat wel handig. Oh nee, links natuurlijk. Ja, sorry. Ik telde er eventjes 3. Foutje van mij natuurlijk. Zo, en op 750 meter dan gaan wij de trein afkoppelen. Met een lekkere snelheid komen we ook echt binnen. Dus dat zit in ieder geval goed. Zo. Hier ook nog zo'n transwagon. Zo. En dan kunnen we hier onze loks afkoppelen. En daar staan ook nog wat tankwagons. Dat is ook wel een leuk puntje. Klein detailtje natuurlijk daar zo. Zo. Failed. Ja, oké. Ik weet niet hoe ik ze anders zou moeten afkoppelen, jongens. Hè? Dit is de achterste lok. Hoe kan ik dan als... Zie je? Kijk, ik moet helemaal hier... Ik zou helemaal naar hier naartoe moeten. Kijk, zie je? Dat vind ik echt raar. Kan dat niet makkelijker, jongens? Want zo kan ik nooit voor jullie rangeren, natuurlijk. Okay, nou kunnen we volle bak gas geven, waarschijnlijk. Want als het goed is, dan alle loks hier zo. Kijk eens even. En dan kunnen we, hoor. We zijn vrij, jongens. We zijn vrij! Yes! Gas erop. Zo. Gaan we hier naar het keerpunt toe natuurlijk. De richtingsschakelaar vast is een neutraal. Of kan? Nee, dan moeten we ook echt stilstaan. Zo. Leuk, die toeter blijft echt grappig. Kijken we. Die uit, zo. Remmen erop.
De diesel. Alles uit. En dan kunnen wij switchen van cap. Oké. Okay. En waarom hier dat kruis erop zit, dat weet ik niet hoor jongens. Maar volgens mij hebben we hier een sign die defect is. Oh, dat hebben we ook nog nooit gezien. Maar oké. Die naar voren. Maak hier kop en ga via spoor 3 naar spoor 1 lok. Oké, dan gaan we dat doen. Zo. Perfect. En we gaan weer. Dit heb ik nog nooit gezien, jongens. Zo. Ik ben benieuwd of we nou nog steeds goed rijden. Moeten we nou toch wel rechtdoor gaan? Ja, yeah, perfect. Een beetje gas geven. Kunnen we gelijk kijken of we de trein daar ook goed neer hebben gezet? Even een stukje gassen met die trein. Omdat het kan, jongens. Hoppakee. Lekker rouwdouwen met die trein. Hoppakee. Ik had even zin om gewoon die trein eens even open te trekken. Ik denk dat die nog best hard kan zo zonder... Als die geen dingen heeft. Zo moeten we nu natuurlijk wel flink de remmen er even in gooien. Zo, in de ankers ermee. Wisselt hierover. We hebben een rood sein hier. Maar die mogen wij natuurlijk passeren. Ik denk dat die trein nog best hard kan, jongens. Ja, het trekt in ieder geval snel op. Gaan we hier naar rechts. En dan gaan wij hem op het middelste, dacht ik, zetten. Maar dat komt niet echt helemaal mooi uit dat het een 1 is. Dan zal het wel helemaal rechts zijn. We hebben ook best een lange lok hier. Nee, helemaal links. Oké. Okay. Nou, dan bedank ik je voor het kijken van deze aflevering van Train Simulator. Hopelijk vond je het een leuke aflevering. En ik zou zeggen, moet ik nou vaker van deze scenario's doen. Van de one and only Edwin Aartsen. Dan kan je dat belonen met een duimpje omhoog. Dit is heel jammer, jongens. Maar dit hebben jullie niet gezien. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. En dat was Train Simulator weer voor deze keer. En wat was het toch gaaf. Een lekkere, lange, extra lange aflevering van Train Simulator. Vond je het nou leuk en wil je meer zien? Druk dan zeker op dat duimpje omhoog. En wil je ook meer rangeerscenario's zien die misschien Edwin van mij maakt? Dan kan je ook een duimpje omhoog geven, uniek op Game Channel te zien. En wil je nou de vorige aflevering van mij zien? Dan check je de video hierboven. Dan reed ik de vorige keer ook een scenario van Edwin Aartsen met de MDDM en DDR. Een hele leuke combinatie. Check hem gerust even hierboven. En zeg je nou van nou... Ik vind jullie kanaal echt super geweldig. We gaan lekker. We gaan al richting de 3000 abonnees. Dat gaat echt de goede kant op. Druk dan even hieronder op de rode abonneerknop. En dan zien we je volgende week weer met nieuwe video's op Game Channel. Doei!